Jan Rinkel, penningmeester van IJsclub Hoge Gaspel. Ja, dat klopt inderdaad. Waarom staan jullie hier? Wij promoten de Sport en Speldag in Hoge Gaspel. Die willen we ieder jaar houden en die wordt dit jaar in september gehouden. Voor de eerste keer? Voor de eerste keer, ja. We hebben een grote sportcircuit aangelegd om onze ijsbaan heen. En daar willen we meer activiteit op hebben. En op die manier willen we het hele sportcircuit promoten en de gemeenschapszin in Hoge Gaspel. Is het alleen voor de jeugd of voor jong en oud? Nee, het is voor jong en oud. Het is de bedoeling dat straten zich op kunnen geven, families kunnen zich opgeven, bedrijven kunnen zich opgeven. We staan voor iedereen. Iedereen kan daaraan meedoen. De ijsclub stond bekend om het schaatsen. Ja. Wordt er niet meer geschaatst dan? Nou, het schaatsen wordt steeds minder. En de ijsclub is nog volop in beweging. En op die manier proberen we onze vleugels uit te slaan. Doordat we de ijsbaan nog steeds hebben en er een asfaltbaan omheen ligt, kunnen we inspelen op de wensen van de tijd. En op de omstandigheden die hier zijn. De ijsclub heeft jaren de wielerronde georganiseerd hier in Hoge Gaspel. Ja, klopt. Waarom zijn jullie gestopt? Nou ja, de wielerronde is ondertussen een schip van bijleg gebleken. De eisen van de tijd die nemen steeds meer toe, de risico's nemen toe. We moeten steeds meer investeren om de risico's te beperken. Steeds meer hekken moeten er komen. Het is gewoon onbegonnen werk. En de animo wordt steeds minder. Wat hebben jullie dan al die tijd gedaan toen de wielerronde er niet was? Waren er al mensen die zeiden van we gaan wat organiseren. En er is eigenlijk nooit wat gekomen. Nou, de wielerronde is ik denk van 2 of 3 jaar terug voor het laatst geweest. Toen ben ik begonnen met het sportcircuit. En dat ligt er natuurlijk niet binnen een half jaar. Het sportcircuit is aangelegd en daar kun je dus ook op fietsen. En dan kunnen we ook wielerwedstrijden houden. Een soort mountainbike of zo? Een soort mountainbike of gewoon wielerwedstrijden. Het is een ruime 400 meter baan. Dus we kunnen de wielersport even goed een warm hart uitdragen. Welke dingen doen jullie dan op 18 september? Ik zie dus, op 18 september komen er allerlei spelletjes. Voor spelletjes? Nou, we gaan een spelprogramma neerzetten met een flink aantal ludieke, uitdagende spellen. Welke spellen? Nou, dat blijft natuurlijk een verrassing, maar samenwerken en We zijn tegen verrassingen. Zeg nou precies exact wat gaan jullie doen. Wij zetten een diversiteit van spellen neer. Die een team moet uitvoeren in een gezond en gezellig competitieverband. Is er nog wat te winnen? Uiteraard. Wat zijn de prijzen? De prijzen hebben natuurlijk een fantastische eerste prijs voor de teams die het beste presteren. Welke prijs is dat? Een beker gaan we uitreiken. En we gaan kijken welk team, welk gezin, welke groep de eerste kampioenen van Hoge Gaspel gaan worden. Oké, gaat er nog wat gebeuren wat betreft daarvoor, iets officieels? Nee, we hebben officieel het startsignaal, maar... Wie gaat het startsignaal geven? Ja, dat zijn we... Ik ken er één, hè? Michiel Pijl, de burgemeester. Burgemeester, nou, dat zou fantastisch zijn. Ik zat eerder te denken aan onze schaatster Irene Schouten, maar of het in haar programma past 18 september, dat vraag ik me af.